Schiphol verplaatsen naar zee. Al tientallen jaren zijn er plannen om een nieuw eiland in de Noordzee te bouwen voor een nieuwe luchthaven. Supergoed idee, vindt de een. Gekke werk, vindt de ander. Maar wat je misschien niet weet, andere landen zijn ons al voorgegaan. Zoals Japan bij Osaka, de allereerste luchthaven ooit op een kunstmatig eiland. En in Hongkong, voor een groot deel aangelegd door Nederlandse bedrijven. Hoe gingen die megaprojecten daar? Eerst Osaka. Daar lag de oude luchthaven midden in stedelijk gebied met veel overlast en geen ruimte om te groeien. Reden voor de aanleg van een nieuw vliegveld. In 1987 begonnen ze met de bouw van een compleet nieuw eiland. 5 kilometer uit de kust en ruim 10 vierkante kilometer groot in een zee van 20 meter diep. Een diepte vergelijkbaar met de Noordzee op de plek waar een nieuw Schiphol zou moeten komen. Voor de bouw van het luchthaveneiland moest 430 miljoen kubieke meter grond gestort worden. Een megaklus. Zijn omgerekend 13 miljoen zeecontainers vol met grond. In 1994, 7 jaar later, was het werk klaar en werd de luchthaven geopend. Totale kosten ruim 17 miljard euro. Was alleen wel een probleem. Het hele eiland zakte langzaam in zee. De ondergrond, zachte klei, moest nog hard worden door het gewicht van het eiland. Er was al rekening mee gehouden, maar de bodemdaling ging veel sneller dan verwacht. In het begin 50 centimeter per jaar en nu nog steeds 6 centimeter per jaar. Om overstroming te voorkomen moesten daarom steeds de dijken rond het eiland verhoogd worden. Maar dat kon niet voorkomen dat door een orkaan de luchthaven in september 2018 deels overstroomde en een paar dagen dicht moest. De ondergrond van de Noordzee is geen zachte klei, maar hard zand. Dus een nieuw eiland zal hier niet snel in zee zakken. En we hebben wel eens een flinke storm, maar geen orkanen. Dan naar Hongkong. Ook daar lag de oude luchthaven midden in de stad. Die was berucht om een van de moeilijkste landingen ter wereld met een scherpe bocht rakelings langs woontorens. De luchthaven had maar 1 baan en was zwaar overbelast. In 1991 begonnen ze daarom met de bouw van een nieuwe luchthaven, 30 kilometer verderop, in zee. Het zeewater is daar maar zo'n 5 meter diep. Maar daaronder lag een modderlaag van 8 meter die eerst weggehaald moest worden. Het Nederlandse bedrijf Fugro deed bodemonderzoek daarvoor. En het wegzuigen van de modder en het storten van 200 miljoen kubieke meter nieuwe grond werd ook grotendeels gedaan door Nederlandse bedrijven, Boskalis en Van Oort. Ook daar was in 7 jaar tijd de hele klus geklaard. In 1998 ging de nieuwe luchthaven open, kostte 18 miljard euro. En deze zakte niet in zee. Terug naar Nederland. Volgens experts is het ook hier technisch prima mogelijk om een luchthaven in de Noordzee aan te leggen. De kennis en kunde, die zijn er. En we zouden ook hier zo'n 7 jaar nodig hebben voor de bouw. Een grove schatting van de kosten? 40 miljard euro. En het is ook niet voor het eerst dat we aan landwinning in de Noordzee doen. Dat deden we ook al een stukje verderop met de Maasvlakte. En er is ook steeds meer weerstand tegen de groei van Schiphol en de komst van Lelystad Airport. Dus misschien wordt Schiphol op zee na tientallen jaren van allerlei plannen toch nog een keer werkelijkheid.